Met de schoten van de schutterij werd zondag het carnavalseizoen ingeluid. Op de Grote Markt was een aardige groep carnavalsvierders verzameld. 11-11 en een dag van geluk. Waar alles weer begint, ook al had het niks op de zuk. Voor de Pilaars was het een bijzondere 11e van de 11e. Want ze nam na 5 jaar afscheid van Vorst Rob. Pilaars en Pilaarsinnen, ik vond het geweldig om Annie Vorst te mogen zien. Dank jullie wel allemaal. Ook bij deze kon ik ook de vorstenkips afnemen. Na zijn aftreden werd Rob benoemd tot grootvorst van de Pilaars. Hij kan toch niet laten om zich overal mee te moeien. Vervolgens was er lang wachten op zijn opvolger. Meebesluit van de luchtige college van de Raad van Elf van Vastelovensvereniging de Pilaars werd op zondag de 11e van de 11e november 2018 benoemd tot vorst over alle Pilaars. En tot zijn adjudant Koos! Leon van der Heijden! Ja, het is eindelijk. Ik heb ben ik een jaar geleden gevraagd als vorst van de Pilaars. En ik heb natuurlijk wel een ander traject achter de rug als adjudant. En om nou dan eindelijk tot te komen waar we eigenlijk het hele jaar al over gesproken hebben. Ja, ik ben echt zo gruwelijk grots. Want ja, dit had ik nooit van mijn leven ooit verwacht. Dat ik hier als vorst van Venray zou staan. Als je dit ziet, je ziet hier die namen op die medaille staan. Allemaal roemruchte namen. En dan kunt Leon Aerts beter staan, ja. Ongelooflijk. Geboren in Venray is Leon echter niet. Ik ben op mijn 20ste ergens een keer in Venray naar het buitenlandse avonturen terechtgekomen om te gaan werken in de koets. En dan ben ik geïnfecteerd door Twan van Bussel met het vastelovensvirus. En heb mij nooit meer losgelaten, nooit meer. Dus ja, dat is het helemaal. En ik voel me hier zo op mijn plaats en ik voel me echt. Ja, ik ben echt een Pilaars geworden. Niet geboren, maar wel getogen. Het eerste feestje voor Vorst Leon staat al snel voor de deur. Hij mag zaterdagavond als ceremoniemeester de carnavalsverenigingen van de gemeente in Venray ontvangen voor het Vorstenraadbal. Vastelovend samen.